Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag weer jullie mijn veel te late, delayed wrap-up. Van zowel mei als juni. Want ik ben zo laat. Ik ging ook voor deze video bedenken, wat heb ik nou gelezen in mei? En ik kon het echt voor de life of me niet meer herinneren. Thank goodness heb ik mijn vertrouwde boekje waar ik alles in opschrijf. Maar, het is niet zo veel, want ik had een beetje een reading slump. Niet omdat ik niet wou lezen, maar omdat ik het gewoon echt heel druk had. Ten tweede, ik weet echt niet meer zo goed wat ik ervan vond. Dus ik heb waarschijnlijk inhoudelijk niet zoveel te zeggen. I am very sorry, it will get better. Als eerst heb ik in mei natuurlijk A Court of Mist and Fury van Sarah J. Maas gelezen. Hier heb ik het denk ik wel over gehad, ik weet het niet. Misschien nog niet, zie je zo ergens, ik weet niet eens. Dit is het tweede deel in A Court of Thorns and Roses serie van Sarah J. Maas. Gaat over een wereld waarin mensen en vee eigenlijk een beetje van elkaar afleven. En een menselijke vrouw, meisje, persoon, die moet in de veewereld gaan leven. En ja, it's all weird stuff happening. En dit is so much feelings. Ik heb het volgens mij al eerder gezegd, ik weet nog steeds niet of dit nou mijn favoriete serie is of Throne of Glass. Maar ik denk Throne of Glass, omdat ik meer hou van hoe groot die wereld is en al die verschillende personages. En dit zijn wat minder personages, ook al zijn de personages fantastisch. Ik heb dit boek dan ook gewoon 5 keiharde sterren gegeven. Ik vond het echt fantastisch. Voor zo'n dik boek ben ik er echt doorheen gevlogen. Fantastisch, heb je nog niet deze serie gelezen, lees hem dan zeker. Want het is echt een aanrader. De hypes came true voor mij dan. De schrijfstijl van Sarah J. Maas is gewoon zo duister, pakkend en zo beschrijvend. Dat je gewoon het gevoel hebt dat je er bent. Haar personages zijn zo divers en zo intrigerend en fantastisch. En de wereld die ze neerzet is gewoon bijzonder en bizar. Ja, meer ga ik er niet over zeggen. Ik denk dat jullie heel veel over hebben gehoord. Daarna heb ik even een break genomen van de fantasy. Wat wel lekker was. En nu lees ik iets meer contemporary. Toen heb ik namelijk Op mijn schouders van Jennifer Niven gelezen. Deze is van Moon, een young adult. Het verhaal gaat over een meisje, Libby. En zij was Amerika's dikste tiener totdat ze heel veel is afgevallen. En nu gaat ze weer naar school. En Jack herkent geen gezichten. Jack en Libby vormen een onwaarschijnlijke een relatie en het is wel heel leuk, heel bijzonder om te lezen. Je vliegt er doorheen. Ik miste hier en daar wel wat meer. Dat ik bijvoorbeeld ook bij Waar het licht is van Jennifer Niven. Ik miste gewoon een paar dingetjes en er zijn een paar aspecten die zitten me dwars. Bijvoorbeeld hier hoe niemand van Jack's familie heeft gemerkt dat hij geen gezicht herkende. Dat moet je toch merken of zo. Ook in dit boek ouders zijn er niet, behalve Libby's vader. Die diepgang in het verhaal miste ik dan. Maar verder leuk geschreven. En een hele nieuwe kijk op een ziekte die helemaal niet bekend is. En ja, hoe we elkaar moeten accepteren zoals we zijn. Ik heb deze dan ook 2,5 sterren gegeven. Dan ben ik ook weer verder gegaan aan de manga serie Alice 19. Dit is volume 5. Fantastisch, 5 sterren gegeven. Heerlijke manga over een jongen en een meisje en andere mensen die de kracht hebben van woorden en daarmee de inner heart, dark heart, duistere heart within mensen verslaan. En ze gaan op zoek naar het zusje van Alice en de ex-vriendin van die jongen. Een triestjes drama, maar hij is gewoon zo grappig. Er zitten hele grappige tekeningen in en grappige... Ja, het is gewoon leuk en cute. En dan het laatste boek alweer dat ik heb gelezen in mei was Harry Potter deel 1, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Van J.K. Rowling, uiteraard. Ik heb het hier al uitgebreid gehad met Brigitte over gehad in onze review, boekbespreking, filmbespreking. En het was zo heerlijk om weer terug te stappen in de wereld. Zoveel dingen zijn anders, zoveel dingen zijn beter dan ik me herinnerde. En ik kan niet wachten om de hele serie weer opnieuw te lezen. Het is zo fijn. Je zou denken dat het omdat het een herlezing is en je verhaal van binnen naar buiten kent, dat je sneller leest. Ik lees het juist langzamer. Omdat ik elke keer alles aan het doorlopen ben van de andere scènes en hoe het dan in het vervolg gaat. En het is zo fantastisch om het weer te herlezen. Het is... I'm loving it so much. Je kan nog meedoen aan onze hashtag HP Readathon. We lezen elke maand een boek en we begonnen in mei 1, juli 2, juni 2 en juli deel 3. Dus doe vooral mee. En het is helemaal fun. 5 sterren ook, voor als ik het niet had gezegd. Maar het leek me leuk. Toen in juni ben ik begonnen
En heb ik uitgelezen, ik weet niet waarom ik zo zeg. Het tweede deel van de Dragan Duma-serie van Patty van Delft, namelijk Bondgenoten en Verraders. Deze was weer fantastisch, heel anders dan deel 1, maar wel weer vervolg. Ik heb hem in totaal 3,5 sterren gegeven. Het was zo leuk om de personages weer tegen te komen. Jill vind ik gewoon heel leuk en ze is heel erg relatable voor mij. Dit boek had wel op een gegeven moment een hele erge dip voor mij. Het was aan het begin spannend, ze hadden school. Toen op een gegeven moment gebeurde er iets. En daarna was het weer heel lang, hadden ze hun examens gehaald. En daarna was het heel lang niks. En toen kakte het heel erg in voor mij, kan ook aan mezelf liggen. Maar het eindigde wel weer echt met keiharde power en een cliffhanger. En ze zijn nu dan van de Dragan Duma wereld weer teruggegaan naar de echte wereld met een draken. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat gaat lopen daar. Ik zou deze dus zeker aanraden als je houdt van mythical creatures of gewoon draken zoals ik. Een school setting en een heerlijke romance. En leuke vlotte personages. En een wereld die niet al te ingewikkeld is. Makkelijk te volgen, maar wel magisch voelt. Lekker middeleeuws. Ja. Dan heb ik ook het zesde deel in de Alice 19 serie gelezen. De ene laatste, dus ik ben nu bij de laatste. Super spannend. Ook deze 5 sterren. Het is gewoon een fantastische manga. Loving it. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat eindigen en of het allemaal goed komt. In juni heb ik eindelijk het nieuwe boek van Nika Leoon kunnen lezen. De zon is ook een ster. Oh, ik zat hier heel lang op te wachten. Ik vond Alles wat je lief is echt een fantastisch boek. En ik heb hem nog steeds niet en doet pijn aan mijn hart. Maar goed, ik vond het zo'n heerlijk boek. Zo leuk, zo verrassend, zo mooie achterliggende gedachten. En gewoon heel erg genietbaar. Dus ik stond te springen toen deze uitkwam. Dus ik heb hem meteen gelezen. Hij was echt super leuk. Heel vlot, het speelt zich af in een dag. Je hebt een Koreaanse jongen, Daniel, en hij moet van zijn ouders dokter worden, terwijl hij eigenlijk niet weet of hij dokter wil worden. En hij heeft die dag een gesprek met Harvard, die eigenlijk een beetje voor zijn toekomst bepalend is. En je hebt Natasha, een meisje van Jamaicaanse, toch? Afkomst. En zij heeft dus doorgekregen dat zij die avond het land uit moet. Dus het verhaal volgt dus hun twee, hoe ze elkaar ontmoeten gedurende één dag, hoe ze hun relatie ontwikkelen. Superleuk. Je kent al het experiment waarin je volgens mij 30, 36 vragen hebt. En elkaar daarna 4 minuten in de ogen moet kijken en dan ben je dus verliefd. Dat gaan ze dus op een kleinere schaal doen. Het was echt superleuk. De personages waren echt heel gaaf. Tussendoor volg je ook af en toe het verhaal van iemand anders die ze gedurende de dag tegenkomen. Wat het verhaal zo rijk maakte. En aan het einde intertwined het allemaal mooi. Niet per se gelukkig. Maar oh wel, fantastisch boek. Heb je hem niet gelezen? Lees hem. Neem hem mee naar het strand. Hij is zo uit. Je kan hem echt. Ga je 's ochtends op het strand liggen en dan lees je hem. Ben je lekker bruin? Smeer je wel in. Dat is heel belangrijk. En heb je het boek uit? Het is zo'n mooi verhaal alweer. Gewoon vlot en een mooi verhaal wat je altijd bij zou blijven. En wat gewoon heel vermakelijk was toen ik het las. Deze is trouwens uitgegeven bij Querido, Young Adult. En ik heb het boek 4 sterren gegeven. Loved it very much. En als laatste heb ik in juni natuurlijk Harry Potter deel 2 gelezen. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Deze vond ik ook echt super leuk. Misschien een van mijn favoriete voorkanten. Ik was nooit zo'n fan van oranje totdat ik begon met Wolf & Dragon Publishing. En ik die huisstijl en logo oranje maakte. En sindsdien krijg ik een heel warm gevoel van oranje. En deze is oranje. Maar ook dat mooie Halloween oranje. Alleen dat oranje vind ik mooi. Geen Holland Oranje. Ik denk, ik weet niet, ik vond de film van deel 2 vond ik altijd het minst leuke. Maar het boek vind ik absoluut niet het minst leuke. Hij heeft gewoon 5 sterren gekregen. Hij was aan het begin helemaal magisch en leuk. En ze hebben in de films wel echt een paar keuzes gemaakt waar ik het minder mee eens was. Het boek vond ik dus stukken beter. The book is always better. Ik zal het hier niet te lang over hebben. Brigitte en ik zullen hier weer uitgebreid een video over maken. Yes. Dat was het dan voor deze wrap-up. Ik heb een hoop opgerapt. Jullie kunnen verwachten dat ik vanaf nu gewoon elke maand weer netjes mijn leesspullen bijhoud. En iets betere reviews geef dan dit. Maar goed. Soms is het zo. Dat was het dan voor deze video. En zoals altijd doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Linkjes naar de boeken staan in de beschrijving. En ik zie jullie heel snel weer. Doei doei. Oh, best blij. Allemaal dingen gaan varen.